Nummer 5. De Sony DSX-A410BT is een betaalbaar model Bluetooth autoradio, ideaal voor wie op zoek is naar een draadloze verbinding tussen zijn smartphone en autoradio. De kwaliteit van de Bluetooth-verbinding is niet uitzonderlijk, maar er is een dubbele Bluetooth waarmee twee apparaten tegelijk verbonden kunnen worden, hoewel er wel wat verbindingsproblemen kunnen ontstaan. De audio-kwaliteit daarentegen is uitstekend, dankzij de geïntegreerde 220W versterker en 10 Bands equalizer. Er is ook een USB-poort en een aansluiting in de autoradio, evenals FM-zenders en digitale zenders via DAB+. Daarnaast is er een ingebouwde microfoon voor gesprekken en spraakopdrachten met Siri Eyes Free 5 en Android. Zoek de link naar dit artikel in de beschrijving. Nummer 4. De FHX730BT autoradio van Pioneer is een high-end model dat voldoet aan de behoeften van muziekliefhebbers. Hij is uitgerust met een dubbel DIN-display, waardoor alle details duidelijk en helder te zien zijn. Bovendien is hij compatibel met zowel Android als Apple toestellen en garandeert hij een goede audio-kwaliteit tijdens gesprekken dankzij de meegeleverde microfoon. Dankzij de USB-NO-ingangen kunt u verschillende apparaten aansluiten, zoals USB-sticks en MP3-spelers. De 200W garandeert ook een goede geluidskwaliteit, die handmatig kan worden aangepast met een 13-bands grafische equalizer. Onderaan de videobeschrijving vindt u de link naar het product. Nummer 3. De Sony DSX-A416BT is een revolutionair entertainment systeem voor in de auto. Het biedt een groot aantal interfaces, waaronder Bluetooth 3.0, USB en AUX. Dankzij dubbele Bluetooth kunt u twee smartphones tegelijk aansluiten en de hands-free gebruiken. Met behulp van Siri of Android kunt u uw muziek en radio beheren met spraakopdrachten. Naast FM-radio kun je M en zelfs LW-kanalen ontvangen. De audio is krachtig en aanpasbaar, met 4x55W en extra bas instelbaar via de 10-bands grafische equalizer. Via de pre-uitgangen kunt u extra versterkers en subwoofers aansluiten. Met een hoogwaardige luisterervaring voor een spotprijs van ongeveer €100 is dit een uitstekend alternatief voor duurdere modellen. Als u geïnteresseerd bent in dit artikel kunt u de link in de beschrijving vinden. Nummer 2. Deze van JVC is een radio met kleine afmetingen, waardoor hij zelfs in kleine voertuigen makkelijk te plaatsen is. Bluetooth-connectiviteit met verschillende protocollen, waaronder HFP1.6 voor hands-free bellen, A2DP voor muziekstreaming en AVRCP1.5 voor muzieknavigatie, stelt bestuurders in staat hun smartphones te bedienen zonder deze zelfs maar aan te raken. Dankzij de compatibiliteit met OA 2.0 hebben bestuurders ook rechtstreeks toegang tot de muziekcollectie van hun toestel. Hij kan een groot aantal muziekformaten afspelen, waaronder ongecomprimeerde 24-bit vlakbestanden. De 13-bands equalizer biedt een hoge mate van aanpassing van het geluid en een vermogen van 200W. De link naar de prijs van dit product vindt u onderaan de videobeschrijving. Nummer 1. Deze autoradio biedt een reeks uitstekende functies die zowel muziekliefhebbers als degenen die zich graag geïnformeerd voelen tevreden stellen. Hij wordt geleverd met een groot aantal functies en functionaliteiten. De mogelijkheid om te luisteren naar DAB+ digitale radio biedt hoge akoestische prestaties, vergelijkbaar met die van een CD, en biedt een breed scala aan zenders. Het gebruik van Bluetooth met een hands-free systeem en een externe microfoon maakt een optimale spraakkwaliteit mogelijk. De communicatie met iPhones en Android smartphones verloopt soepel en probleemloos. Als u geïnteresseerd bent in dit product of de prijs ervan wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving.